Mijn naam is Gregory Alberson, ik ben 38 jaar, ik ben danser, choreograaf, eigenlijk ondernemer in dans. Ik weet niet of er veel van dit soort fusions zijn geweest, dat je echt zegt, oké, een typische dans uit de Bijlmer is echt hip-hop, afro, een beetje meer club- en straatstijlen. Ik kom zelf uit de hip-hop, dat tegenover klassieke muziek. Is altijd wel interessant voor dansers, omdat zij heel erg goed met dynamieke hoogtes en laagtes weten spelen. En wij reageren heel snel en heel tactisch daarop. En als je dat mooi samen kan brengen, dan heb je eigenlijk een mooie Bijlmer klassiek. Mijn naam is Annelies Schuitenmaker en ik ben harpiste van het Concertgebouworkest. Het bijzondere aan het concert is dat er drie disciplines samenkomen, namelijk muziek, vertellen en dans. En dat is heel mooi, want elke kunstvorm op zich heeft zijn eigen schoonheid. Komt echt letterlijk bij het publiek aan. In het stuk De Masker van de Rode Dood hebben we een verteller, Kenneth. En die vertelt eigenlijk het verhaal van Edgar Allan Poe en eigenlijk versterkt de muziek het verhaal. Buiten het kasteel heerste de rode dood. Ik denk dat Bijlmer klassiek ook wel een beetje voor die... Hey, we gaan een beetje die crossovers aan. Van, dit is niet normaal. Ja, ik liep vandaag in een skelet. Normaal kom ik in mijn hip-hop kleding, weet je, in mijn comfortzone. En nu was het, kom, we gaan even iets geks proberen. En als ik de achterliggende gedachte of het concept daarin mee kan voelen, dan zeg ik ook, ik ga dat skelet dragen en dan ga ik hem ook echt wel rocken. En door zo open en vrij te denken, denk ik dat het voor elke editie weer anders is. De ervaring en mensen ook een beetje meer erin te betrekken dan alleen het kijkgedrag. Ik vind het dus echt heel mooi sowieso voor ons muzici om zo'n programma te mogen samenstellen. Omdat je dus ook gebruik kunt maken van de andere disciplines in de kunst. Omdat het voor zowel de uitvoerders als voor de luisteraar gewoon zeer inspirerend is. En misschien een beetje buiten je comfortzone. Want normaal ben je gewend om of naar een klassiek concert te gaan of naar een theatervoorstelling. En bij Bijlmer Klassiek komen al deze dingen samen. Dus je hebt eigenlijk misschien wel twee voor de prijs van één. MUZIEK